Zo, goedemiddag. Ik ben Boudewijn. U kent me nog wel, degene die probeert af en toe onderwerpen aan te kaarten voor u, die eigenlijk iedereen ongemoeid laat. Ik zal even kijken of ik een mooi shotje kan maken. Nou, u ziet het. Achter mij staat de bus, de inspiratiebus. En even mijn gordeltje om. En die inspiratiebus kan eventueel hier naartoe gekomen zijn met een schare aan fans. Want het is niet gebruikelijk dat mensen natuurlijk volledig met hun gehele achternaam een reactie plaatsen. Het hoeft ook niet, hè, want je wil natuurlijk een beetje anoniem blijven. Dat snappen we allemaal wel. Maar ik heb hier een reactie van ene meneer Dijsselbloem. Persoonlijk denk ik die financiële minister. En die schrijft, die laat er een reactie achter en die schrijft eigenlijk heel kort. Boudewijn, ik voel mij heel erg gelukkig en blij. Omdat ik weer, ik geloof, 10,9 miljard euro naar Griekenland kan overmaken. Is het terecht dat ik me blij voel? Nou, even het stukje uit mijn neus halen. Wat moet ik daarop zeggen, meneer Dijsselbloem? Bedankt voor uw reactie, maar ik wou eigenlijk zeggen van meneer Dijsselbloem, u weet als geen ander dat die Grieken het nooit kunnen of willen terugbetalen, dat geld. Oké, u strooit natuurlijk met andermans geld. Dat is altijd een lekker gevoel, hè? Maar ja, u voelt zich prettig. Maar meneer Dijsselbloem, als we de zaken even omdraaien en laten we zeggen, voor de zoveelste keer, u stuurt bijvoorbeeld 5 miljard daar naartoe, naar Griekenland. Dan zou je die andere 5 miljard, bedoel ik dus, die 5 miljard die je dan niet naar Griekenland stuurt, zou je eventueel terug kunnen pompen in de zorg. En dan zouden heel veel miljoenen mensen zich ook blij voelen. Zeg maar dat gevoel wat u nou hebt. Nou, ik hoop dat u eventueel wat had aan mijn reactie. Of heeft, moet ik zeggen. Dat u natuurlijk dat prettige gevoel blijft behouden. Want ik vind het natuurlijk wel leuk dat je dat blije gevoel blijft houden. Griekenland, zijn dat nou die eilandjes daar, geloof ik? Hadden ze daar niet een liedje over waar je ook vrolijk werd? Griekenland in de zon. Ik wou dat ik er toch heine kon. Die ene 1%. Ik wou dat ik daartoe kon met me krent of zo. Ja, ik weet het niet. Van dat liedje zouden heel veel mensen ook misschien vrolijk worden. Dus meneer Dijsselbloem, overweeg u nog even voor u die 10 miljard euro weer wederom overmaakt naar Griekenland. En maak in Nederland bijvoorbeeld de armere mensen even lekker blij. Hey, bedankt voor het kijken. Volgende keer gaan we natuurlijk weer een ander item behandelen die u schrijft. En wij wachten natuurlijk vooral op de reactie van de gewone man. Bedankt voor het kijken. Doei.